Yo, Uilen, ik ben vandaag even met een serieus probleem. Jullie zien hier. Ja, dit ging ik gewoon echt niet, had ik niet verwacht. Ja, ik zou het eigenlijk kunnen kijken. Ik ga het jullie gewoon laten zien, deze video, die ik gewoon echt niet vind kunnen. En dan ga ik hem met jullie maar bespreken. Please, octopus gastkoper, strijk me niet, Of het wel. Zeg maar gewoon, doe het maar gewoon niet. Oké, heb ik toestemming? Vind ik van wel. Ik knip er vast wel stukjes uit. Heb je niks beters te doen met je leven? Even. Hier nou alweer, heb je niks beters te doen met je leven? Nee, dat heb ik niet. Nou, in ieder geval, welkom bij deze video. Vandaag gaan we het hebben over onze vakantie. Wow, dit vind ik ook niet kunnen. Kijk, dit is te spacend. Mensen met epilepsie. Dan mag dat, mogen dit misschien wel. Kijk, ik weet niet of je epilepsie krijgt. Ik weet dat niet. Ik weet dat soort dingen niet. Gaan bij. Primer, just timer. Ken je hem niet? Heb je onder een steen gelezen of zo? Ik ken hem wel. Ik heb niet onder een steen geleefd. Maar ja, dat komt omdat ik hem ken. Dus ja. Nou, Justine is een 9-jarig joch dat livestreams maakt. Hij heeft nooit gezegd dat hij 9 is. Dat ik weet. Waarin hij kanalen helpt de Volgens mij is hij trouwens 8, maar. 5 abonnees te halen. Dat is niet waar. Sommigen halen zelfs 10 extra. Dus dat vind ik ook niet goed. Het argument. Van joh, dat klopt niet. Ja, weet je. Nu vind ik eigenlijk gewoon dat je hierom gewoon al dood moet. Hij wordt er ook van verdacht dat hij subbots gebruikt. Dat is niet verdacht. Het is niet bewezen, maar het is gewoon zo. Maar waarom dan deze rant? Ja, dat vroeg ik me dus ook af, hè? Waarom? Waarom kun jij misschien een vrouw vragen? Niet of veel, maar jij rent erop. Dit is een par. Dit is een comedy sketch ding, dus neem dit niet serieus. Dus maar, ja, weet je, weet niet. Wortelhoofd heeft om. Hem ken ik ja, die heeft al meerdere rants gemaakt. Over Justijmen, daar ga ik ook nog op reageren. Ik als grote Justijmen fan. Weet je, vind gewoon, ik waardeer zijn werk. Ik heb 10 abonnees erom erbij gekregen. Dat is niet waar, 2, maar. In ieder geval, go. Meerdere video's over hem gemaakt. En toen. Ja, ik heb ze gezien. Ik was al iedere keer voor Justijmen. Dus ik vind het ook echt mooi. Deze video ga ik hierna bekijken. Daarna ga ik die bekijken. En dan heel daarna ga ik die bekijken. En daarvoor, en daarna ga ik misschien ook nog die bekijken. En ga ik daarna nog iets bekijken? Oh ja, deze ook nog. Maar die, ja, die ga ik toevallig laten bekijken. Zo. Ons wilde beoordelen, zei hij dat Wortelhoofd de fucking flikker is. Geloof je het niet? Nee, ik geloof het niet. Gooi me de keiharde bewijzen toe. Dan hier het bewijs. Oké. Wortelhoofd, want hij. Overigens wil ik zeggen dat dit echt heel scherp is. Ik heb nu 480p. Waarom heb ik niet voordelen? Kijk, is dit nou wat je nou serieus je kijkers geeft? Man, 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 wat ben jij onprofessioneel. Hij doet super erg zijn best en verdient meer. Ja, nee, hij doet niet zijn best. Hij is gewoon rants aan het maken over YouTubers. Die goede shout-outs geven. Hij heeft mij een shout-out gegeven. Shout-out naar jou toe. En terecht. Dat vind ik niet terecht. Ik vind hem ook een fucking flikker. Voor de rest, wat voegt dit toe? Een wortel en de O. Ja, ik snap niet wat het toevoegt. Ook memes van 2008. Ja, binnenkort wordt dit gewoon. Ga je ook gewoon Minecraft trolls uploaden? Verdomme. Fuck te veel gevraagd. Voegt heel veel toe.
Voor de rest snap ik niet wat die timer leuk aan vindt. Ja, dat is het enige argument, het enige waar ik niet antwoord op kan geven. Ik snap het ook niet. Onze kijkers zijn er alleen maar om abonnees te krijgen. Dat is niet waar. Niet alleen voor abonnees, ook gewoon voor zeg maar shout-out. Van shout-out krijg je abonnees, maar... Nee, dat is toch iets anders, vind ik. Zelf trouwens ook, maar goed. Hij vraagt om de fucking minuut of iedereen al geabonneerd is en of je de... Dat is waar, maar weet je, dat doe jij in principe ook, denk ik. Iedere video zeg jij ook wel... Doe een like, dat vind ik niet hetzelfde, maar ongeveer. Simon al met je al je vrienden hebt gedeeld. Ik heb geen vrienden, dus dat is erg moeilijk. Voor de rest wordt hij boos bij elke unsub, wat eigenlijk best wel grappig is. Dat vind ik dat is wel grappig, ja, denk ik. Oh, wacht, shit, ik ben een grote fan van Justijn. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat komt gewoon omdat hij het niet leuk vindt. Dat mensen de hele tijd op hem gaan unsubben. Omdat hij wordt geëxposed. En dat vind ik niet leuk. Deze video is nu klaar. Ga je nou weg? Ja. Nee, ik ga niet weg. Ik ben een rebel. Ja, je mag nou gaan. Ik mag niet gaan. Dat mag niet. Ben ik door iemand geroepen? Nee, dus. Nou, verdomme. Verdomme is mijn woord. Dus dat mag jij verdomme niet gebruiken. Verdomme nog aan toe. Anders verdomme ik je nog dood. Doei! Trouwens, Tijmen, als je een paar argumenten bij elkaar kan schrapen. Ja, dat kan niet vast wel. Ik bedoel, hij is echt niet super dom of zo dat hij niks kan doen. Maak er alsjeblieft een video van. Ja, die video hoop ik ook te verwachten van jou, Tijmen. Voor de mensen die het niet snapten, het is een. Dit is iets dat heet een sketch, een soort van comedy. Eigenlijk ben ik het gewoon met alles wat op de schat zeg eens. Daarom ga ik hem nu toch even liken, maar gewoon voor de video. Was het grappig als ik hem de hele tijd op dislike had staan. Voor de rest, ja, dit is... ik ben ermee bezig hoor. Ik heb het zojuist gedaan. Bam, deze video gaat ongeknipt worden. Ja. Alsjeblieft, iedereen. Mag ik... Tot de volgende rant video waarin ik wortelhoofd... Ik ga het nu even jullie laten zien zelfs. Wortelhoofd. En ik zijn exposed video's hier, deze vier video's. Waarschijnlijk deze niet, maar gewoon deze drie. Die ga ik dan kijken. En dan ga ik jou ook lekker doodmaken of zo. En dan geef je grap. En dan denk je, fucking this time, je bent een goede YouTuber. Dus smees dat duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, dan abonneer dan hier beneden. Laat pinnenpoep in de reacties achter. Dan ga ik je boosten. Ik weet niet hoe, maar ik ga het doen. Tot de volgende video. Doei! Oh shit, moet ik wel op opname stoppen.